Goed, de juniorklasse aan de leiding, de 550 van Raymond Rijs. Waar Martens en Koularens zo te zien blijft staan. In bocht 2 is het dus de 550 van Raymond Rijs aan de leiding voor de 542. Dan is hij wel klaar voor de 507 van Tijdhoven. 580, Joey Koularens schuift langs Rijs. Bij die man uit Vrijzel, Tijjan Huisma. Ja, daarachter is het dan Judith Kuipers, de 523. De 551 is van Ronald Martens uit Nieuwlanden, lid van de DHC, de Drentse Autocross Club. En die 502 die was van Jimmy Polarits, de twee die elkaar toucheerden en daar een tijdje achterbleven. En dus met een flink achterstand aan hun tweede optreden zijn begonnen. Leider onveranderd, de 550, Raymond Rijns, 542, Westie Belgraven, 507, Tieske, tijd 12 over. Die jaagt Westie lekker op. Zet hem aan de buitenkant, gaat hij even kijken, zenuwachtig maken en met z'n tweeën reist toch in de richting van die 550 van Raymond Rijns. Twee ronden nog te gaan voor de jonge mannen van voren. Raymond Rijns, Westie Welgraven en tijd 12 over die daar even in de fout gaat. Dan daar staat hij met Westie Welgraven kwijt is. Maar nog anderhalve ronde heeft om het gaatje weer dicht te rijden en terug te komen. 580, Joey Polarits. Dan hebben we Tijen Jan Huisma, Judith Kuipers, Ronald Martens en Jimmy Polarits. Laatste ronde voor de 550, Raymond Rijns. 542, Westie Welgraven, 507, tijd 12 over. Kom op, maar. Hé, hey, Raymond, een hele ruime bocht en dan komt Westie. Kom. Gelijk erachter. Zal hij eigenlijk nu aan de binnenkant willen zetten? Want dan is Raymond net even iets sneller. Toch de P1 vasthouden, de koppositie. Drie kant dicht bij elkaar. Martens even misschakelen. Judith Kuipers. Kan zij dan een plekje opschuiven? Come on, come on, come on. Pak de 2. Oh, Westie. Ja, die gaat eraf. Fuck. Winst voor 5.50. Raymond Rijks. Tweede plek is daarmee voor de 5.07. Tijd 12 over. Die dat opjagen bij Westie in zoverre met succes zou afgerond dat Westie in de fout gaat. Finish voor de 580. Joey Koularens. Dan krijgen we.